Weg met de bejaarden. Bejaarden zijn de herauten van de dood. Voor de liefde komen ze niet in aanmerking. De liefde is niet aan oude mensen besteed. Zelfs het getatoeëerde roosje op hun bovenarm moet gedotterd. Dag is ze dan, Christine. Met een culturele snack voor de echte lekkere bek. Christine, Christine. Je wordt helemaal te gek. Klein en speelend of theater, roept je maar, daar gaan we weer. Ruige rock of een sonate, er is nog zoveel meer. Waar we over kunnen praten, de gemoedelijke sfeer. Christine, ja? Wat is het deze keer? Paparau, paparau. En welkom allemaal, het is de vierde aflevering en de laatste vanuit Vurens, want morgen is het tijd voor de finale snack. En morgen ga ik dus drummen, stilstaan, dansen en grappig doen. Ik als komisch talent, kan je voorstellen, Mian? Ja. Nou, dat wordt, ja, dat kan je voorstellen. Nou, dat wordt wat. Maar eerst in de snackbar het Betuwe toneel, introdans en... Vandaag ben ik vrolijk. En blij, het is Hans Dorrestein die dit doet met mij. Dames en heren, Hans Dorrestein. Yeah. Hans, leuk dat je er bent. Je gaat het nieuwe seizoen weer de theaters in, hè, met een solovoorstelling. Ja. En die gaat over ouder worden. Nou, een groot gedeelte, het is een bejaardenblok. Ik eindig met een bejaardenblok. Daarvoor zijn er allerlei andere dingen aan de hand, maar ik eindig met een heel lang bejaardenblok. En met bejaarden bedoel je dan ook jezelf? Of is dat toch echt nog wel, dat gaat echt over andere mensen? Ja, je kijkt, het, bijna niemand ziet zichzelf als een bejaarde. Ik ga dollen met de oude dag. Dus jong leren met bejaarden. Op die manier heb ik het idee dat ik de ouderdom dichter bij de mensen breng. Wat is het leuke van oude mannen? Weet ik niet. Misschien één ding, dat hun ogen glanzen als je zegt dat je dol bent op boerenkool. En als je ook in hun aanwezigheid alle stamppotten op kan noemen die er zijn. Hutspot, zuurkool, andijviestamp. Ook bij het woord haché glanzen hun ogen, maar dat is geen stamppot haché. Wat gebeurt er nog meer? Heb je gevoelige liedjes of pijnlijke liedjes? Ik had jarenlang opgetreden met Martin van Dijk en met Frans Eeuwhart. Ik wilde van de grote zalen af, dus... Toen ben ik echt opgehouden met alles en toen ik weer begon ben ik in mijn eentje verder gegaan. Maar toen ben ik 2 jaar bezig geweest om weer een beetje... Ik kreeg alleen maar modder uit die vleugel. Ik kon muzikaal niet, gezien? Muzikaal gezien, alleen maar modder. En nu? En op een dag maakte ik er niet, het zit ook in mijn programma, dat jij er niet meer bent. Maar ik had het in 3 minuten af en ik hoefde alleen mijn vingers maar te volgen. Dus toen dacht ik, nou, daar ben ik er weer, dat klopt. Ja, dus ben nu weer echt een liedjeszanger. Het ligt dus niet aan de ouderdom, dat dat niet meer wilde vlotten? Nee, het lag gewoon aan de stommiteit om het te laten liggen en het aan anderen over te laten. Dan verlies je... Een beetje lui geworden. Ja, dan verlies je dat vermogen, dat moet je weer helemaal opkrikken. Maar nu is het dus gelukt. Kijk, als de zaal straks allemaal massaal zit te snotteren, dan denk ik, ja, dat is gelukt. Is dat wel de bedoeling, ja? Dat nou, ik wil ze lachen, maar ik wil ook dat ze huilen, ja. Waarom wil je dat? Dat vind ik leuk, ja. Dan vergeten ze hun eigen ellende. Als ze zitten te janken? Ja, als ze zitten te janken om een lied van mij, dan is hun verdriet een stuk minder erg dan het thuis was. Nou, en lachen, dat is helemaal dat. Dat is een patentmiddel, dat weet iedereen. Ja. En mijn hoogste streven is dat de mensen in de zaal vergeten hoe beroerd ze er aan toe zijn. In elke oude man zit een oude snoepert. Vraag, wanneer ben je oud? Antwoord, als je bij hete bliksem meteen denkt aan stamppot. Nou. Wat vind jij zelf bijvoorbeeld echt een belangrijk thema van het ouder worden? Wat kom je tegen? Er zijn storende dingen aan oude mensen dat ze altijd zitten te vertellen. Bijvoorbeeld dat ze al 40 jaar in hetzelfde hotelletje zitten of dat ze al 19 kleinkinderen. En dan denk ik altijd, hou op, ouwe hoer, sodemiet er toch op. 19 kleinkinderen, je moest je schamen. Het grote voordeel is dat ik nog steeds niet het gevoel heb dat ik oud ben, maar het is natuurlijk wel zo. Je hebt echt het gevoel dat het over hun gaat. Kunnen er ook jonge mensen naar jouw voorstelling toe? Is dat leuk voor je? Ja, nou ja, kijk, dat zou een ramp zijn als dat niet zo was. Gisteren zo'n heerlijke dag gehad.
Het was een zondag. Hoe kan ik dan een heerlijke dag gehad hebben in Bennekom? Een heerlijke dag, echt. Ik sta 's morgens op, ik trek mijn sokken aan, meteen goed. Ik bedoel, meteen de goede sok aan de juiste voet. Ontbijt ook prima. Niet verslikt in de thee of zo, pot jam niet over de vloer. Allemaal geweldig. En verder ook allemaal op rolletjes, heel soepel. Er kwam 3 keer iemand door de straat. Een fietser, een wandelaar met een hond. Heel gezellig. De tijd vloog en om 2 uur gaat ook nog de telefoon. Wat denk je? Een kennis. Die belt op zondag. Nou, het gaat goed met hem, het gaat goed met mij, we hangen weer op. Precies zoals je hoopt dat het gaat. En om 5 uur weer de telefoon, andere kennis. 2 maal gebeld op 1 zondag. We hangen op en toen was het al bijna avondeten. En ook goed, niks aangebrand. En s'avonds ook, prima, prima. Ik denk om 7:15, ik ga vroeg naar bed vanavond voor er iets naars gebeurt. Nou, wat een heerlijk positief einde van dit gesprek. Zo geruststellend. Mensen zeggen altijd dat ik heel somber ben. Ja, ik begrijp het niet. Ik zie overal het goede van dit. Man, echt het zonnetje in huis. Echt ongelooflijk. Dankjewel. Ik ben al in deel 3, jij? Deel 1. 50 tinten grijs. Kijk eens wat ik nu heb, dat is even een leuke opening. Oh, wow. Oké, zijn we er klaar voor? Ja. Ik heb nu iets gevonden. En het heet? Nou. 50 tinten grijs. 50 tinten grijs? 50 tinten wat? 50 open het boek. Open je grijs. Studio 22, daar moet ik zijn, want de cast van 50 tinten grijs is daar heel druk aan het repeteren. 50 tinten grijs. Ja, je hoort het goed. 50 tinten grijs in het theater. De cast bestaat onder andere uit Birgit Schuurman en Han Oldrichs. Hadden jullie het boek gelezen voordat je wist dat je meedeed aan deze voorstelling? Nee. Nee, ik niet. Ik had er een bepaald beeld bij hoe het zou zijn. En toen werd ik gevraagd hiervoor. Toen ben ik het gaan lezen. Toen dacht ik, ja. Goed boek. Mag ik doen? Het leent zich heel goed voor een parodie. Laat ik het daarop houden. Ja. Stap er maar in. Het lijfboek van iedere vrouw. Nou jongens, jullie overdrijven een klein beetje. Ja, want het is een parodie. Ja. Waarom is daarvoor gekozen? Heb je het gelezen? Ja, ik snap het wel. Ja. Ja, nee. Ja, daarom is het een paradie. Maar het is wel een ongelofelijke rage en een ongelofelijke hit. En dat willen we kijken, waarom is het een hit? En dat is wel leuk om dat bespreekbaar te maken en natuurlijk om daar ook de draak mee te steken. En dat kun je het beste doen in een parodie? Nou, in de vorm die we nu doen. En de vorm is dat bestaat nu uit 3 werelden. Namelijk, we hebben de schrijfster opgevoerd. We hebben 3 lezeressen die een boekenclubje hebben. En nu voor het eerst 50 Shades gaan lezen. En dan heb je het boek zelf. Terwijl ze lezen, speelt het boek zich ook nog af. En dat wordt vooral door Han Oldrichs en Birgit Schuurman gespeeld. Heel over de top. Zeg, zijn we zijn niet heel natureel aan het spelen. Oh. Komt wel hoor. Ja. En je zal rillen en trillen van alles wat je leest. En kreunen en steunen en grommen als een beest. Stop daarmee, zijn jullie hartstikke gek geworden. Wat is dit eigenlijk voor een soort boek? Maar hoe is het om dit te spelen? Nou, een uitdaging ook. Met mevrouw. Nee, ik weet. Nou, er zit tot nog toe niet heel veel seks in, maar we zijn nog niet. Hè, we hebben pas de eerste acte gedaan. Een boek voor de vrouw. Een boek met veel seks. Waarom vraagt hij dat? Ja, vandaag is de eerste muzikale repetitie. Liedjes gedaan. Ja. En waar gaat dat liedje over? Ja, dat gaat over de man waarvan ik droom. En dat is nog voordat jij die man hebt. Ja, dat is nog. Ik ga hem interviewen en wie zou. Wat voor man zou dat zijn, die Gray, weet je? En dat vraag ik me dan ook heel pathetisch af richting het publiek. Ik doe vooral heel veel richting het publiek, neem ik mee. Echt, het is echt groter dan groot. En dan is het tijd voor een snelle lunch. Over 5 weken moet de cast het stuk ingestudeerd hebben. De repetitieperiode is dus nog maar heel kort. Denken jullie dat er publiek zou kunnen komen dat zich een beetje belazerd voelt? Dat ze
komen in de veronderstelling een heel erotisch tafereel mee te maken. En dat ze dan naar huis gaan met iets van... Het is een parodie op musical en het is ook een parodie op... Dat kun je ook lekker op de hak nemen. Maar het gaat wel over die SM en het gaat wel over al die... Maar in zijn overtreffende trap. Hoe verbeeld je dat dan, zo'n SM-scène? Dat ga ik je niet verklappen, daarvoor moet je gewoon kijken. Jawel, dan ga je me wel verklappen. Nee, dat is juist, daarvoor moet je kijken. Kijk, het belangrijkste, het moet niet gênant zijn voor het publiek in de zaal. Als je expliciet seks gaat doen en dan... Het is altijd ongemakkelijk. En, en met respect, want dat doen we wel. Het is niet van, het is een stom boek. Nee. Er zijn mensen wiens seksleven er echt door verbeterd zijn. Er zijn shaders, dat zijn een hele fanclub in Amerika die gek zijn van deze boeken en van smullen. 50 tinten de parodie. Te zien in Rotterdam, Heerlen en Breda. Ik wil dat je komt. Als mensen naar jullie voorstelling gaan, hoe komen ze de zaal uit? Met rode konen, rode oortjes. Van het lachen. De vork in de hand geplant van de verzorger die met de lunchcar de spullen uit kon delen. Liggend op een bed, omringd door publiek, dat is een mooie setting voor een indringende voorstelling over de openheid tussen twee vrienden. Hattie en George wordt gespeeld door Adelheid Rozen en George Groot. Op avontuur met Koning Koos, Sassa en Toto, dat wil bijna iedere kleuter wel. De figuren van de tv-serie toeren langs de theaters komend seizoen. Ze gaan op safari en komen het hele dierenrijk tegen. Spannend, joh. Zijn nieuwe voorstelling gaat over het menselijk brein. André Manuel plant ideeën en bekritiseert. Bonsai is absurdistisch muziektheater. Lachen om de waanzin van de wereld. Schrok je ervan, Jannie? Nou, echt wel. Ik ben er helemaal niet meer gewend. Er staat maar in één keer zo'n... Dat je warme, hete adem in mijn nek. Maar was het een prettige ervaring of vond je het een beetje moeilijk? Het was niet geheel onprettig, nee. Jullie zijn van het Betuwe-toneel. Ja. En dat is al een hele lange traditie, hè, het Betuwe-toneel. Ja. En hoe komt dat tot uiting in wat jullie doen? Want jullie maken één keer per jaar een toneelstuk. We spelen eigenlijk altijd klucht of blijspel. Ja, we hebben tussentijds wel eens een keer... Ik zit al vanaf 67 nu inmiddels bij dat Betuwe-toneel. Dat is ontstaan vanuit de vroegere flipjescultuur. Vanuit de Betuwe-medewerkers van Flipje Tiel. Van de Jamfabriek. Van de Jamfabriek, ja, precies. Die mensen die zijn een toneelclub begonnen. En daar is dit uit voortgekomen. Ja, dat is nog steeds voortgegaan. Ja. Met steeds andere mensen erbij. En we spelen over het algemeen klucht of blijspel. En omdat het publiek dat vraagt... Dat vraagt het publiek. Ja. En dan moet ik me dan voorstellen dat is van het niveau... We lopen een deur in, een deur uit. Ja. Er is een man weggegaan, er ligt een andere bed. Allerlei ongeloofwaardige situaties. Mounties-achtige toestanden. Ja, een beetje landing. Inderdaad. Ja, zo'n landing. Zo'n geleerd. Van een akelige rolpens is het toch, hè? Ja. Door haar heb ik weer een vrije dag gespeeld. Als ik het heb wat durf, hè? Nou, dan speel ik er vandaag nog uit. Wie spijt jij eruit? Nee, eruit! Die is zo vies. Maar is dat nog wel van deze tijd? Is het niet een beetje ouderwets? Ja. Dat vraag ik dan aan jou. Als publiek is doorgaans wel wat ouder inderdaad. Alleen we merken wel dat er steeds meer jongeren komen. En wij proberen dat toch zo modern mogelijk te maken. Wat trekt je eraan? Wat vind je er leuk aan? Ik vind het leuk, de humor en een uitdaging om van die ongeloofwaardige toevalligheden om dat geloofwaardig neer te zetten. Ja, juist het typetje spelen is leuk en haar hebben we gewoon weer nodig. Jonge talenten voor de sexy speelsters of de... Ja, wij gaan niet meer tenminste... Naast jou zit ook iets, een blonde stoot. Wat heet? Word je er zelf ook al een beetje heet van? Ik word er zelf wel een beetje heet van, maar dat geeft niet. Van jezelf. Maar lukt het om het geloofwaardig neer te zetten? Jawel, dat lukt wel. Daar moet je natuurlijk wel goed voor oefenen en repeteren. En zorgen dat je je teksten goed kent, want dan kun je het ook uitspelen. Maar wat ziet u bleek, wat is er?
Ja, ik dacht dat u mijn schoonmoeder was. Oh, nee hoor. Nee, ik kwam even vragen of ik misschien van uw telefoon even gebruik mocht maken. Tuurlijk mag je dat. Hoe moeilijk is het om leuk te zijn op het toneel? Gewoon, ja, dat is heerlijk. We hebben tijdens de repetitie ook weer van lol. Dus, ja, dat is echt lekker geblazen. Ja, en je kruipt ook in je rol door je kleding. Je zet een pruik op en je voelt jezelf meteen al helemaal anders. Je voelt je anders nu met de pruik. Ik voel me hier helemaal anders. Voor de mensen die het nog niet in de gaten hadden, dit is dus niet jouw echte haar, hè? Nee. Misschien overbodig om te zeggen. Dit is niet mijn echte haar. Kan je jouw rol even vertellen? Mijn rol is eigenlijk aan het eind van het liedje ben ik een divegge. Maar ik kom dus bij mijn buurman eventjes buurten om te kijken wat daar allemaal is. En ik speel dan een hele verleidelijke vamp. Want het, kost je dat moeite of is dat heel net? Nee, dat valt heel erg mee. Dat valt heel erg mee. Je voelde net al, Nettie, dat Pier werd toch al enigszins wild van jouw blonde haren. Ja. Zou je misschien even voor kunnen doen hoe jouw verleidingsspel eruit ziet? En dan mag hij het slachtoffer even zijn natuurlijk. Misschien moet hij even staan. Misschien moet je even staan. Hoe je moet doen, hoor. Echt niet. Even staan. En als je nou nog wat nodig hebt, ik sta altijd voor je klaar. Dag. En nacht. Zoenen. Dank je wel, schat. Graag gedaan, hoor. Deze roze pyjama dus, daar gaat het hele stuk over. Dit valt uit een koffer en dan? Dan zijn er een hele hoop verwikkelingen rond die roze pyjama. Wordt allemaal toestanden. Ja, dus zodra deze roze pyjama op het toneel verschijnt, dan gaat het helemaal... Alles loopt mis. Ja, alles loopt mis. Ja. Dus jullie moeten maar gewoon komen kijken. 16 november in Nacht niet of. Mini snack. Christine, doet dat cabaret? Vandaag vanuit het Posttheater in Arnhem de laatste mini-snack. Robbie Williams doet het ook en gaat het licht aan. Voordat onze Christine morgen echt voor het publiek gaat optreden, een masterclass cabaret van duo Rijn en Goed. Nou, fantastisch. Je kijkt gewoon eens even. Ja. Gewoon eens even kijken. En je kan, het is handig, want je denkt, oh, het zijn te veel. Nee, pak je gewoon even deze man hier. En die kijk je gewoon even aan. 14 jaar treden jullie al op als cabaretduo. Ja. En 14 jaar lang maak je ook al voorstellingen samen dus. Ja. Begin je met een scène of begin je echt met een groot idee waarin je dan later die kleine scènetjes bouwt? Mooie vraag. Jongen, ik heb wel merk dat jullie 14 jaar samen zijn, zeg. Goedenavond. Nou, ik zal me even voorstellen. Ik ben Christine. Maar dat moet je serieus doen dan. Of dat ja, dat moet je serieus doen. Dit vind je al gelukt. Vind je dit al goed gelukt? Dit is niet goed gelukt. Nee, dit is een GTST'tje. Ik wil even één ding, even één valkuil wil ik even... Zoals je doet, is het goed. Nee, cabaret is juist dat je heel erg jezelf bent, maar wel met de techniek van de tekst. Dus als jij nu zenuwachtig bent, laat het gewoon zien. Ja. Ga het overgeven. Nee, nog niet. Maar het scheelt niet veel. De eerste 2 minuten is cruciaal. Ja, dat is echt zo. Ja. En hoe werkt dat? Waar ligt dat aan? Ligt dat aan jullie of ligt het aan de zaal? Allebei. Het is de samenstelling. Soms heb je een iets ouder publiek. Ja, die reageren gewoon anders dan een jonger publiek. Dat is gewoon zo. Dat is ook een valkuil, dat je te snel begint. Dus dat je, en je begint al met tekst. Laat ze maar even kijken. Oké, en daar word je niet ongemakkelijk van? Jawel, dat moet ik leren, want ik ging altijd te snel. Kijk, als mensen naar je kijken, willen ze een paar dingen zien. En die willen ze eigenlijk meteen zien. Dat is dat je controle hebt. Ja. Dus je komt op en je moet meteen controle pakken. En dat moet je meteen uitstralen en laten zien. En je moet ook meteen laten zien eigenlijk wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dus je moet zo snel mogelijk laten zien wie je bent. Nou, dan ga ik door en dan zeg ik, nou, een cabaretduo. Dus ik zou zeggen, zoek de verschillen. Dat is de opzet naar de eerste grap. En dan zeg jij met de tekst. Ach, trouwens, zeg je dan. Ik zal het maar meteen zeggen. Nee, maar dat ga ik toch echt niet zeggen? Ja, dit ga jij zeggen. Nee, Renate, dat durf ik helemaal niet te zeggen, joh. Dat durf ik gewoon helemaal niet te zeggen. Je durft. We maakten vroeger altijd een programma met hele type lagen. Meestal waren dat door je moeders of het leven. Of, het gaat eigenlijk altijd over de dood. Ja.
En over het leven in het algemeen en dat het zo zinloos is en dat soort dingen. Meer haar thema. Wat zijn meer mijn thema's in het leven? Ik ben vrij depressief van aard. Ja, ik ben meer pathetisch en depressief. En zij is meer van, ja, het moet toch leuk worden, Kim? Oh, maar ja, dat het is wel goed uit. Ik moet jou vervangen, geloof ik, toch? Ja, ja. Je moet mij vervangen. Ja. Oh, nee, dat, ja. Dat lukt jou wel, hè? Ja. Ik zal het meteen maar zeggen. Het grootste verschil tussen ons is, mannen willen met mij ook naar bed als ze nuchter zijn. Oké. Okay. Je moet niet denken dat dit grappig is. Dus nee, dat is toch niet grappig? Nee. Waarom we dit doen, is een tackle van alle mensen die denken, oh, er komen twee vrouwen op. Nou, dat wordt natuurlijk heel saai, veilig, ongesteltig, vrouwencabaret. Ja. Wat je hiermee doet, is je tackelt daarmee van, dit wordt niet dit. Dit wordt grof, dit wordt neuken, dit wordt seks. Dus beware. Zoek de verschillen. Ach, ik zal het maar meteen zeggen, Renate. Mannen willen mannen willen ook met mij naar bed als ze nuchter zijn. En nu zijn we wat meer dat we denken, ja, er mag ook gewoon iets verteld worden wat in het algemeen een educatief karakter heeft. Ik zeg, oh, daar heb ik echt wat aan. Of, ja. Noem eens een voorbeeld. Wat nou, kan bijvoorbeeld, hoe haal je relatie uit de slop? Heel we zijn mooi, echt te ja, we zijn te langzaam. Ja. Wanneer weet je dat je relationship problems hebt? Nou, we hebben een checklist van 5. Christine, op nummer 5. Daar komt ie. Kijk, dat is heel makkelijk. We hebben voor jou gewoon kaartjes gemaakt. Oké, maar hoe gaat dat? Als jullie echt ruzie hebben met elkaar? We hebben nooit ruzie. Nee, we hebben nooit ruzie. Oh. Nee. Ja, misschien is dat wel de chemie of zo. Zij kan alles tegen mij zeggen. Alles. Dus dan krijg je moeilijk ruzie. Zij kan alles tegen mij zeggen. Dikke en kontvist, en dan zeg ik weer rode bosheks. Ja, ik kan alles, snap je? Dan moet zij lachen. Je mag zeggen, die meneer misschien? Ja, die meneer, Renate, die meneer op stoel 13. Nou, welk punt herkende u dan? Mooie timing. Ik heb nergens last van, hoor. Nee, dat, aan uw houdingje is dat wel te zien, hè? Helemaal gesloten. En uw vrouw, hoor, die wilde niks meer mee te maken hebben, hè? Huh? Oh, ja? Ik vind dit erg. Dan heeft ze weer een ik heb wel eens echt, toen was ik zwanger en misselijk en depressief. En ik wist niet wat ik mee aan. Mijn moeder lag op sterven. Echt gewoon echt dat je diep zit. Ja. En toen heb ik mijn hoofd in haar schoot gelegd. Dat doe je nooit. Dat doe je 2 keer in je leven. En ik zei, ik weet echt niet meer waar ik het vandaan moet halen. En toen streek ze me over mijn bolletje. En toen zei ze, ik ben er voor je. Maar niet thuis, zei ze toen. En toen ging ze keihard lachen. Je kunt zo afbuigen zoals Renata doet. Niet dat ze mijn tieten mogen zien. Jij doet dit net met voetje, mag ook. Ja, dat is best wel onhandig als je hak hebt. Maar Joep doet zo, handen komen en doet... Ja, dat kan ook. En dan blijft hij hangen hier. Blijft hij hangen. Ja, die vind ik goed. En dan komt hij overeind. Oh, die vind ik goed, joh. En dan ga je af. Mag ja, ook. Maar dit is heel duidelijk. In Carré. Jochem Meijer in Carré, die doet echt dit. Die gaat echt zo. Toch wel leuk dat het er wel uitziet alsof er een heel programma heeft plaatsgevonden. Dat is toch wel grappig? Ja, dat is heel grappig. En handje ook. Hij is een duo. Ja, ja. Je doet ook altijd handje. Ja, dus dan zeg buigen. Dankjewel. En dan ga jij daar af. Ja. En dan ga ik hier af. Je gaat nooit samen af. Oké. En waarom is dat? Waarom doen wij dat eigenlijk niet? Voor het beeld mooi. Voor het beeld mooi. Je stemt uit elkaar. Als zo amateur, als je allebei zo'n hoekje in duikt. Kijk, dat zit heel zo. Ik heb stiekem intro gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Stiekem intro gedanst. Stiekem intro gedanst. Intro dans. Dit seizoen gaan jullie weer op de planken met herhalingen. Waarom? Ja, soms is het goed om een stuk nog eens terug te zien. Ik zeg altijd, dansstukken kun je niet in een museum hangen. Dus als die stukken niet meer opgevoerd worden, dan verdwijnen ze op een bepaald moment. En wij vinden het bij Intrans belangrijk om mensen daarvan kennis te laten nemen. We hebben 4 verschillende programma's, maar dit is het begin van het seizoen, het allereerste programma. Wat zo mooi is van deze 2 stukken, No Longer Silent en De Groene Tafel, die hebben zich enorm bewezen in het verleden. Het zijn echt 2 hele succesvolle stukken. En ze zijn nu voor het eerst worden ze samen in 1 programma gezet. En dat maakt het ook heel bijzonder. Het heet Oorlog en Vrede, hè, wat jullie gaan doen. Het gaat niet letterlijk over oorlog en vrede, maar je voelt het. Maar wat voel je precies aan sfeer? In het Amerikaanse ballet, die muziek van Schulhoff was verboden tijdens de oorlog. Die mocht niet zo opgevoerd worden, omdat het een Joodse componist was. En de choreograaf heeft heel veel sfeer
plaatjes gemaakt. Dus je voelt het onderhuidse spanning. Alleen kan je niet je kan niet letterlijk zeggen wat er gebeurt. Maar je voelt wel dat er iets aan de hand is. En je kan deze voorstelling niet beleven zonder iets erbij te voelen. Jij bent danseres, Farine. Ja. Hoe is het om de groene tafel te dansen, bijvoorbeeld? Ja, het is heel speciaal. Ik speel de moederrol dit keer in de groene tafel. Ik heb het stuk, ik denk, 7 jaar geleden gedanst. En ik heb nu een andere rol. Ik ben nu iets ouder, dus ik beleef het stuk misschien iets intenser. De groene tafel wordt dus precies op dezelfde manier opgevoerd als dat 80 jaar geleden ging. Maar hoe doen jullie dat met de muziek? 80 jaar geleden werd het uitgevoerd met 2 vleugels. En we gaan het nu ook weer doen met 2 vleugels. Dat hoort eigenlijk bij het contract. Als je het ballet op wil voeren, dan mag je het alleen maar doen met die live muziek. En ik moet zeggen, het geeft zoveel extra's. Ik vind het zelf, als wij live muziek hebben, zie ik een hele andere kwaliteit ontstaan van de dans. Dus het maakt het heel bijzonder. Ja. Ja, absoluut. En dat voelen wij als publiek dus ook. Absoluut. Ja. Er is nog wat anders aan de hand, Roel. Komend seizoen. Ik wil eigenlijk vrijheid vieren. En ik dacht van, we kunnen die mooie voorstelling neerzetten. Maar we gaan nu speciaal in Arnhem en Nijmegen. Komt er een enorm bijzondere afterparty. De Liberation Party na de voorstelling. Want het is heel belangrijk om een streep onder die vrijheid te zetten. Dat we die met elkaar kunnen vieren. Dat je daar steeds meer van bewust wordt? Omdat als je homo bent in Rusland op straat in elkaar geslagen kan worden bijvoorbeeld. Ja. Of als je kijkt hoe het in Egypte gaat en mensen zo met elkaar aan het strijden zijn. Maar ook in de hele wereld. En ik denk dat je best wel even stil mag staan hoe bijzonder het is dat er zoiets is als vrijheid. Dus en wat voor soort feestje wordt het? Een feestje met dansen, met optredens, met... Kunnen gewone stervelingen ook gaan dansen of is iedereen, dat alleen aan hun voorbehouden? Nee, iedereen mag lekker komen dansen. Iedereen mag komen dansen. Bas van theatergroep Oostpol gaat over wie je bent en wie je zou willen zijn. Aanstaande zaterdag is Bas te zien bij Club Oostpol. Ze vieren feest daar. Wil jij weten of je de Omnibuszomer bezoekt of niet, dan moet je dat niet aan mij vragen. Ik vind hem natuurlijk geweldig. Ik laat liever een aantal onafhankelijke mensen aan het woord. Ja, maar... het komt je vast bekend voor. Maar je kan ook anders denken. Bertolt Gunster schudt jullie eens lekker wakker. In Omdenken. Ga naar die Omdenken, joh. Ja, Omdenken is eigenlijk een filosofie, hè. Levenshouding. Muziek op bijzondere locaties zorgt voor een boel gezelligheid. Mudboot Sessions wordt dit fenomeen genoemd. Kijk op de site voor wie, waar en wanneer. Ja, en als je mijn bouw tikt, moet je 10 push-ups doen. Het stond daar net. Het stond daar net? Ja, dat staat hier bij jou zeker. Het lullig is alleen dat als ik hier, ik dit doe, dan win jij natuurlijk. En dat willen we natuurlijk niet. Hoe lullig Midget Golf ook lijkt, het fanatisme wordt er niet minder van. Een goede omgeving voor lulverhalen. En zo heet ook de theatershow van Howard Komproe en zijn mannen. Lulverhalen? Ja. Is het alleen maar onzin? Nee, het zijn verhalen verteld vanuit mannelijke energie. Vanuit mannelijk perspectief en emotie. Bij de voorstelling Lulverhalen hoor je verhalen die een vrouw nooit kan vertellen. Je mannelijke identiteit ontwikkelen, je baard scheren. Als het goed is, weten jullie dat niet. Anders zou je moeten afvragen wat er misgaat. Nee, maar er zijn natuurlijk genoeg verhalen die mannen kunnen vertellen en vrouwen niet en andersom. Ja. Is dat voornamelijk grappig? Ja, er zit wel heel veel humor in. Want wat vinden jullie belangrijk in een man? Heel lullig. Zeg het maar. Humor? Ha, dus. Oh, dat vinden wij belangrijk. Ja, dat vinden jullie belangrijk. Dat zeggen jullie altijd. Ja, je moet wel humor hebben. Nou ja, goed.
Dan ben je bij de nulvrouw aan het juiste adres. In Nederland wordt theater meer bezocht door vrouwen dan mannen. En je merkt ook dat het aanbod op hun gericht wordt. Vandaar dat je dus na de vagina-monologen allerlei andere gezeik kreeg. Met overgangsmonologen, huishoudmonologen, de cities onder mijn nagelmonologen. En nu is het tijd voor de jongens en wij hebben de lulverhalen. Kijk eens. Nee. Zo zijn jullie nou, slimmerik. Gaat het ook over lullen? Ja, de piemel. Fysieke, de piemel. Ja, de piemel, de pik, de penis, ja. De staaf, de bonker. Ja, dat zijn mannen die daar verhalen over vertellen. Maar dat hoeft dus niet. Nee. En dat is het leuke, dat je van tevoren niet al weet wie wat gaat doen. De strijd op het veld gaat onverminderd door. En Christine maakt een tussentijdse balans op. Dus dat is 2 rondes voor jou. Ik ben nu al onder de indruk van de manier waarop jij met logica omgaat. Hoezo? Heel indrukwekkend. Tuurlijk sta ik voor. De lulverhalen gaan dit seizoen in reprise, wegens groot enthousiasme. En dat geldt niet alleen voor het publiek. We hebben afgelopen seizoen 80 voorstellingen gespeeld in een half jaar, in een half seizoen. En ja, dat was echt een feest. Wat was er zo leuk aan? Omdat het iedere keer anders is. Elke keer andere combinaties van mannen. Mannen uit verschillende disciplines die ook nieuwsgierig zijn naar elkaars verhalen, maar vooral ook de manier waarop ze ermee omgaan op het podium. Noem het maar, eigenlijk hebben bijna, wat ik zeg, 80 mannen. Dolph Jansen heeft meegedaan, Eddie Zoe heeft meegedaan, Richard Groenendijk, Peter Pannenkoek, Ramon Beuk, die kok. Die maakte notabene een gerecht van stierenpenis op het podium. Het gaat alle kanten op. Ja. Ah, wauw, indrukwekkend. Bedankt. Wat vertel jij zelf? Ik vertel mijn eigen lulverhaal over hoe ik 16 jaar was. Een ongeluk kreeg met de stang van mijn herenfiets tijdens het doen van mijn krantenwijk. En daardoor heb ik nog maar 1 ei. En misschien is dat de verklaring dat ik later vader ben geworden van een 1-eiige tweeling. En dat is echt waar? Het waar gebeurt verhaal. Lulverhalen dus. Nog weten wie er gewonnen heeft? Helaas kan ik er op verzoek van Christine geen uitspraak over doen. Ook heel indrukwekkend. Nou, Marianne Mirel, het zit er weer bijna op, hè? Ik lust er wel weer een frietje eigenlijk, hoor. Hé, hey, onze voice-over. Doe je voorop ook even een frietje? Hé, hey, voice-over, hier is je tekst. Morgen de laatste Christine's cultuursnack. Niet vanuit Vurus, maar vanuit de Pinkenberg. En daar gaat Christine haar kunsten vertonen. En wie is daar ook bij? Onze host, Rob Kleijs. Doe wel even pakje aan. Nou mensen, weer bedankt voor het kijken. Het was leuk. En tot de volgende keer. Tot ziens allemaal. Doei.